kennen we hem vooral als organist van de Grutte Tjerke in Ljouwert. In november won hij de eerste Jan Pieterszoon Zwelingprijs. Dat is een nieuwe prijs voor geboden die een prot op het shirt hebben voor het wargel. Maar de meeste tijd is hij te wandelen als adviseur bij restauraties van wargels in het Boekenloon, in Nederland en in Friesland. Je kunt zeggen dat van de 350 historische orgels die nu nog in Friesland staan, dat 90% daarvan ook in Friesland gebouwd is. En dus kenmerken heeft die echt met deze locatie te maken hebben. En niet in de zin van dat je kan zien van, god, dat is typisch Fries, maar het heeft te maken met algemene kenmerken. Bijvoorbeeld het isolement. Een provincie die niet zoveel verbindingen met het Westen had bijvoorbeeld, maar nogal geïsoleerd was, is precies een voedingsbodem om tradities lang in stand te houden. Heb je dan nog een familiebedrijf waarbij het van vader op zoon in de zaak doorgaat, is dat nog een tweede reden. En zo zie je dus dat het kenmerk van de Friese orgels is dat de gebondenheid aan traditie. Terwijl bijvoorbeeld in de Radstad, in Holland, Utrecht, de moderne orgelbouwers zaten die veel meer met internationale invloed meegingen en daardoor grotere veranderingen in hun werk lieten zien. En dat is een fantastische karakteristiek dat hier zo lang nog orgels gebouwd zijn. Bijna anachronisme, bijna orgels waarvan je zegt, als je ernaar kijkt, dan kun je niet geloven dat dat 1895 of dat dat 1915 is of zo. Dan zou je zeggen, dat is veel ouder. Nou, wat erop staat, dus letters. Dus toonnamen, dat zijn, die schrijf ik dus precies over, want de type letter is erg belangrijk van hoe het eruit ziet en van wie het zou kunnen zijn. En dan dus zoveel verschillende maten van verschillende elementen van die pijp worden dus genoteerd. En het gaat dus per register 10 pijpen, wat weer 150, 160 pijpen worden op deze manier opgemeten. Dat is een document van, wordt dat een document van zo'n 100 A4 van dit orgel. Jan Jongepier is adviseur bij restauraties van wargels. Hij weet alles van het instrument. Hij kent alle tjerkewargels van Friesland. Hij adviseert als zond jongetje zondig. Hij maakt het plan voor restauraties liek als een architect. Hij doet les, hij vergadert, hij meert op, hij noteert en hij luistert. Het is een tijdslinend werk. En dat van maar één doel, de klank. Het allerbelangrijkste van een orgel is klank. Alle andere delen zijn ook belangrijk, maar die zijn allemaal gericht op klank. Dat is misschien niet altijd even duidelijk, maar type balg, de materiaalkeuze, alles hoort bij klank. En klank die kan heel verschillend zijn, zoals de mensen zich in verschillende perioden verschillend gekleed hebben, zoals ze de architectuur in verschillende perioden allerlei stijlen heeft, zo heeft klank ook verschillende stijlen. Het is een fictie, je kunt op geen enkel orgel alles spelen. Er is bij elk orgel een gebied wat het meest bij het instrument hoort en een gebied wat je er door een vertaalproces bij kunt betrekken. En dat gebied, het kan heel breed zijn. Ik kan dus op een 19e eeuws orgel kan ik soms, als het een bepaalde klankkeur heeft, 16e eeuwse muziek prachtig spelen. En ik kan op een 17e eeuws orgel soms heel 20e eeuws of 21e eeuws improviseren. Smaak moet daarbij aangeven of je soms niet over een grens heen gaat, of je soms niet te ver ingaat. Maar ik denk dat het erg belangrijk is dat we van orgels geen museumstukken maken, maar dat ze gewoon met hun beide benen ook in onze tijd staan en zo breed mogelijk gebruikt worden. Heren, ik geef graag een korte toelichting op dit orgel en de plaats in het Friese orgellandschap. Orgels werden vroeger aangepast aan de smaak van de tijd, tot men doorgeven aan ons nageslacht. Dat is men restaureren gaan noemen. Het is een klein orgeltje, maar het is ook een kleine kerk. Dus u kunt hier ook geen monumentaal orgel verwachten. Het werk van de derde generatie van Dam, die vier generaties familiebedrijf heeft omvat. Het is hier nooit iets veranderd of weggedaan of zelf wijzigd. En in zo'n bestek staan de materialen omschreven en staat de constructie van het orgel omschreven. Want die bestekken schreven ze van elkaar over.
En in die muzikale ontwikkeling van de 19e eeuw, die uiteindelijk de romantiek zal opleveren, speelt de ontwikkeling van de orgelbouw een rol. Niet dat die traditie overheerst. Het romantische is marginaal. Vandaar dus op de grens van twee werelden. Ja, jonge Pier had krekt weer een wargel iepen in hege beintem. Hij sjouwt van tsjerke naar tsjerke. Hij had al zo'n 200 projecten dienen, waaronder de wargels van de Grutte-tsjerke van Alkmaar en de Westertsjerke en de Mozes en Aaron-tsjerke van Amsterdam. Ik hoor veel meer nuances dan 30 jaar geleden, zonder meer. Ja, ja. En ik moet ook uitkijken, want mijn gehoor neemt ook terug, neemt ook af voor hoge tonen. Ja, ik heb een paar jaar geleden heb ik een orgel gekeurd in Eindhoven en waren we met meerdere mensen. En dat had hele kleine pijpjes met hele hoge toontjes. Toen hebben we voor de grap gezegd, nou gaan we eens kijken en testen van hoe ver kom ik en hoe ver kom jij. En toen dat goed, dus toon voor toon. En op een gegeven moment zei ik, nou, ik hoor het niet meer. Gewoon niets. En naast mij een jongere collega. Nee, die hoor ik nog. En die ging nog 3-4 tonen verder voordat hij afhaakte. Dus dan zag je dus dat mijn gehoor dus iets meer aan devalueerde. Hij was ook 10 jaar jonger hoor. Mijn gehoor devalueerde al iets. Dus daar moet je moet ook, daarom wil ik ook stoppen als ik met pensioen ga over 2 jaar. Dus ik wil niet tot mijn eindeloos doorgaan. Ik vind het niet verstandig. Ik wil nog wel dingen doen die met het beoordelen van klank niks te maken hebben. Zoals gewoon stom documentatiewerk. Als ik daar een collega mee kan helpen, prima. Maar verantwoordelijk zijn voor het afwegen van klankschoonheid. Want dat is bij een adviseur ook. Die is medeprater bij dat proces. Dat is niet verstandig als je 65 bent. Dan moet je mee stoppen. Je gehoor, je neemt gewoon minder waar. Vakgebied zorgen. En die zorgen zijn vrij groot, omdat het orgel zijn functie verliest op 2 manieren. Ten eerste door de ontkerkelijking en door het sluiten van kerken. Dan wordt een orgel, zoals we dat noemen, dakloos. Van waar gaat dat dan heen? En dus ik heb in de afgelopen jaren heb ik behoorlijk een andere rol gespeeld, namelijk die van makelaar. Doordat je dan gaat zoeken naar een kerk die iets zoekt. En dan zeg je, hé, ik heb misschien wel iets voor jullie. En zo zijn een aantal orgels in een andere bestemming terechtgekomen. Maar soms duurt het ook heel lang. Dan zijn ze heel lang opgeslagen. En tot nu toe zijn er nog geen rampen gebeurd. Maar het is steeds moeilijker om dakloze orgels weer onder dak te brengen. Er komt ook nog een tweede bedreiging bij die je in heel Europa ziet. Namelijk dat de verantwoordelijken in de kerken ook nadenken over van hoe komt het dat de kerk leegloopt. En die hebben dan de schuld al vrij gauw gevonden. Dat komt door die stomme orgels. Dat willen de mensen niet, die willen iets anders. Dus dan wordt er dus gezegd, dan gaan we andere soorten van muziek maken. En het organist hoeft niet meer te komen. Maar jonge Pier is nog lang net klaar met zijn wargels. In de takkomst wil hij zijn kennis verbreden, een soort skriuwen en het stokje terug aan onder de volgende generatie. Verneemd organist Theo Jellema is al bij hem in de leer.